louco, mano. We zijn namelijk onderweg naar het circuit in Zandvoort. Samen met Marco. En... Oh, toppie. Ja. Die wil ik zien. Ja. Nou. Tranen van het lachen. Dus we gaan naar Zandvoort. Lekker dagje uit samen. Kom niet zo vaak voor, dus ik heb er zin in. Normaal, Marco is er net uitgepikt. Hij mag meerijden in de auto. We zijn nu onderweg. Oh, wat een vervelend. Vind je het spannend? Ja. Marco is het ticket. Hij mag met Joel Eriksson. Oh, gewoon M4 zei hij. Hm? M4, daar staat hij. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Hoe vond je het? Ja, super vet. Wauw. Je had echt dikke mazzel, hè? 3 rondjes ook. 3 rondjes gemaakt, ja. Super vet. Ja. Ja. Geweldig. Oh,
uitleggen wat er nou precies gebeurd is vandaag. Want Marco had kaarten gehad van BMW, van zijn werk. En we komen eigenlijk net aan op het terrein. En in dat pakket met kaarten wat we hadden gehad, zat ook een bewijsje voor zo'n goodiebag. En we lopen langs die wagen van BMW. En we dachten, nou, laten we maar gelijk die goodiebag ophalen. Dus wij in de rij en de goodiebag opgehaald. En we draaien ons om eigenlijk die BMW-bus uit te lopen. Wordt Marco ineens aangesproken door een jonge kerel. En je moet nu meekomen. Je hebt een prijs gewonnen. Je mag meerijden in een wagen. En je moet nu meekomen, snel. Dus nou, wij snel achter de kerel aan. Toen gingen we ergens helemaal aan de andere kant van het terrein. Ook weer het was meer een soort stand van BMW. Nou, dan moest hij dan een pak aan en hij moest ook wat ondertekenen. En vervolgens werden we meegenomen naar een zijingang het parcours op. Nou, daar moesten we het wel even wachten, maar op een gegeven moment was het moment daar. En toen mocht hij het circuit op. Nou, en hij vond het echt super vet. Het is echt gewoon niet te beschrijven hoe gaaf dat was. En het is gewoon echt de kers op de taart. Echt bizar gewoon dat je gewoon op zo'n dag ook nog dat als extraatje krijgt. Echt onwijs gaaf. Dus de dag kon eigenlijk al niet meer stuk. Daarna heb ik nog heerlijk wat gekeken en rondgesnuffeld. En geëindigd ergens op een terras. Waar de sfeer, zoals jullie wel konden zien, er ook erg goed in zat. En vervolgens zijn we nog even op de boulevard lekker een hapje wezen eten. En nu weer richting Duitsland. Het is best weer een lange rit vanuit Zandvoort. Maar goed, we hebben genoeg om op te teren. Dus dat, die reis die komt ook wel goed. Nou, al met al echt super geslaagde dag. We gaan niet vaak samen op stap. Maar dit maakt heel veel goed. Dus echt iets waar we heel lang lekker van kunnen nagenieten. Nou, leuk dat je deze vlog weer hebt gekeken. En ik zie je de volgende keer weer. Dan weer een vlog met echte pk's. Want ja, dit zijn natuurlijk ook wel pk's. Maar voor de echte paardenliefhebbers stelt dit natuurlijk niet zoveel voor. Wij willen gewoon echte paarden pk's. Dus de volgende keer weer gewoon paarden in de vlog. Groetjes, tot de volgende keer.